eerst zou ik even Hilde Latour willen voorstellen. Zij is bestuurslid bij de vereniging Basisinkomen en zij is kandidaat vicevoorzitter voor Basic Income Earth Network. En ze zal praten over de Social Development Goals en de voordelen van basisinkomen erin. Hilde, mag ik een applaus? Dank u wel. Ben ik goed te verstaan? We schrijven wereldgeschiedenis vandaag. Volgens mij is het eerste event rondom basisinkomen waar leden van partijen van het hele politieke spectrum bij elkaar zitten om over het onderwerp basisinkomen te spreken. En volgens mij komt dat omdat het basisinkomen zo ontzettend veel effect heeft op zo ontzettend veel verschillende domeinen. Ik ben een van de medeoprichters van Mission Possible 2030. Dat een organisatie die eigenlijk die link tussen het basisinkomen en de verschillende Sustainable Development Goals zichtbaar wil maken. En ook wil pleiten voor de invoering van het basisinkomen voor 2030. De opdracht voor vandaag voor mij was een samenvatting te geven van de voordelen van het basisinkomen. Dat was een enorm dilemma, want wat laat ik weg? We leven in, dit kun je zien als een samenvatting van de huidige tijd. We zijn onze commons overduidelijk aan het plunderen. We weten dat er een hele comfortabele bandbreedte is waarin we met z'n allen heel comfortabel zouden kunnen leven. Er is genoeg. Toch zijn er te veel mensen die onvoldoende toegang hebben tot hun basisbehoeften. En daarom en daardoor zijn er heel veel mensen die geen keuzevrijheid hebben wat zij met hun tijd en energie willen doen. Als je naar de donut van Kate Raworth kijkt, dan zie je dat het basisinkomen een sociale fundering geeft. In de Sustainable Development Goals Circle, dat is een samenvatting van de effecten van het basisinkomen die gevonden zijn uit bestaande experimenten en pilotprogramma's wereldwijd. En het is super simpel. Je hoeft alleen maar mens te zijn, levend en uniek. Geen oordeel, geen voorwaarden. Dit is het enige wat je hoeft te zijn om het basisinkomen te ontvangen. Nog eventjes wat het is. Je krijgt het iedere maand. Dus iedere maand opnieuw heb je weer voldoende geld om te eten, te drinken, onderdak en kleding te kopen. Het moet ook in geld zijn. En dat mag cash zijn, digitaal geld, cryptocurrencies. Het gaat erom dat het een ruilmiddel is, wat je kan ruilen tegen alle goederen en diensten die jij belangrijk vindt of die je wil hebben. Individueel natuurlijk. Geen voorwaarden, geen toetsing, geen verplichtingen. Jij mag zelf kiezen of je het uitgeeft. En als je het uitgeeft, waaraan je het uitgeeft. De slogan van Give Directly. Dat is een organisatie die ontzettend veel basisinkomen experimenten doet, met name in Afrika, is not everybody wants a goat. Vertaald naar Nederland, je kunt mij wel gratis openbaar vervoer geven, maar misschien is het in deze fase van mijn leven wel belangrijker om naar de tandarts te gaan. Ja, en als jij het echt interessant vindt om mijn bankafschriften te zien van de afgelopen 3 maanden en kijkt en wil kijken naar waar ik mijn geld aan uit heb gegeven, dan kan je me bellen, een mailtje sturen of me benaderen en vragen of ik dat oké vind. Met een basisinkomen heb ik de vrijheid om nee te zeggen. Denk even aan alle bijstandsgerechtigden die dit moeten doen. Vandaar ook het logo van Vereniging Basisinkomen en de Europese basisinkomenbeweging. Het gaat over vrijheid. Nou, hoe ziet zo'n keuzevrijheid er dan uit? Een van de mooiste rapporten die basisinkomen gerelateerd zijn is een rapport over wat er gebeurde in Namibië. Een aantal jaren voor dit programma was er een basisinkomen-experiment geweest met fantastische effecten. Criminaliteit ging naar beneden, mensen hadden minder armoede, kinderen bleven langer op school. Een aantal jaren later kwam er een periode van extreme droogte.
Met de ervaringen die men had uit het verleden, zijn er een aantal dorpen uitgekozen die een basisinkomen kregen. En wat gebeurde er? Sommigen kochten zaden om planten te groeien voor het volgende seizoen. Anderen kochten eten voor hun hongerend vee. De volgende kocht eten voor zichzelf, zodat ze energie hadden om zelf op het land te werken. En een ander huurde een ezel. Wat dit laat zien, is dat met een heel afgebakend probleem, honger door droogte, individuen hele andere keuzes maken om te investeren in de toekomst. Een voorbeeld uit Kenia. Dit is een groep mensen die zijn bij elkaar gaan zitten. Die hebben zitten in het experiment, het basiskomen experiment van GiveDirectly. En die zijn bij elkaar gaan zitten om te praten over waterfiltersystemen. Kunnen ze een deel van hun basisinkomen investeren in een waterfiltersysteem, zodat ze toegang hebben tot schoon drinkwater? Via een basisinkomen heb je dus effect op schoon drinkwater. India gebeurde hetzelfde. Mensen gingen gezamenlijk waterleidingen aanleggen, sanitaire voorzieningen. Dit is een dame die is ernstig gehandicapt, heeft haar basisinkomen en geïnvesteerd in een naaimachine, maakt nu kleding voor het dorp, verdient haar eigen inkomen. Kenia, nog een keer. Jongeren hebben hun geld geïnvesteerd in motoren, zijn een soort taxibedrijfje begonnen. Met de opbrengst van dat geld konden zij hun zussen en broertjes naar school laten gaan. Dus via een simpel ding als cash, via een motortaxibedrijf, heb je invloed op onderwijs. Finland, een heel bekend experiment. Mensen werden gelukkiger, minder angst. Maar deze man maakt nu shamanistische trommels, was langdurig werkeloos, werd helemaal gek van de Finse UWV, heeft nu een florerend bedrijf in shamanistische trommeltjes. Leeft daarvan. Is dat hard? Oké. Zo beter? Zo beter? Zo beter? Fijn, Willem, dat jij de enige bent die dat durft op te staan. Jesse Golem is een ontvanger van het basisinkomen-experiment in Canada. Zij heeft haar mede-ontvangers gefotografeerd. Je kan het slecht lezen. De linkerdame heeft haar geld geïnvesteerd in medicatie voor haar huisdieren. De rechterdame heeft het basisinkomen het mogelijk gemaakt om naar werk te zoeken, eigen bedrijfje te beginnen. Zij werkt nu. Canadese regering heeft het experiment gestopt. Veel van deze mensen zitten nu weer in de ellende. Een vriend van mij die lid is van de VVD noemt het basisinkomen de renaissance voor het midden- en kleinbedrijf. De renaissance voor het midden- en kleinbedrijf. Ja, het basisinkomen gaat lokale economieën stimuleren. Mensen gaan weer lokaal voedsel produceren. Ze hebben de afzetmarkt in de steden waar ze vlakbij zitten. Al dat soort effecten zijn er voor het basisinkomen. Een renaissance van het midden- en kleinbedrijf. Ga hem niet vergeten. Ja, het casino-dividend. Heeft iemand daar ooit van gehoord? Fantastisch. In 1996 al begonnen. Iemand wou daar een casino neerzetten. De bevolking was niet zo te spreken over dat idee. Deal gemaakt. Deel van de opbrengst gaat naar de community. En een deel van de opbrengst gaat naar de individuen van deze Indianenstam. Gelukkig was er een onderzoeker die heel uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar, of data heeft opgehaald van de inwoners van het dorp, de kinderen. Lang gevolgd. En wat vonden ze? Een sterk verminderde hoeveelheid mensen met angststoornissen. Een sterk verminderde hoeveelheid mensen met depressie. Sterk verminderd aantal mensen met ADHD. Minder drugsverslaafden, minder alcoholverslaafden. Het zegt iets over de psychiatrie en de diagnoses die wij geven.
Er zijn heel veel sociaal-economische factoren die invloed hebben op je psychische gesteldheid. Criminaliteit meer dan 22% naar beneden. Drop-out onderwijs sterk verminderd. En wat bleef gelijk? Arbeidsparticipatie. Niks aan de hand. We kennen dit van Alaska. Daar hebben ze opbrengst uit olie geïnvesteerd in een fonds. Ieder jaar krijgen alle inwoners van Alaska, inclusief baby's, een deel van de opbrengst uit dat fonds. Gaat over tussen de 1000 en 2000 dollar per jaar per persoon. Nou, dan de Sustainable Development Goals nog een keertje. Als je naar de definitie kijkt, dan heb je al 4 van de Sustainable Development Goals te pakken. Armoede, honger, genderongelijkheid en ongelijkheid in het algemeen. Kijk je naar de effecten die gevonden zijn in pilots, dan heb je er al 11 te pakken. Betaalbaarheid is not an issue. Dit wordt zelden meegerekend in welke formule dan ook. Nou, als we dat dan allemaal weten en we weer hebben afgesproken dat we die Sustainable Development Goals in 2030 gaan halen, laten we dan ook ervoor gaan om het basisinkomen voor 2030 in te voeren. En als je dit plaatje ziet met het basisinkomen eronder, dan rennen deze mensen niet weg omdat ze bang zijn dat ze straks geen werk hebben. Nee, dan rennen deze mensen weg om naar huis te gaan en zich om te kleden en dit soort dingen te gaan doen. Dan gaan we mantel zorgen. We gaan de rommel opruimen. We gaan de bomen planten. We gaan drones, nog meer drones bouwen. Met bioafbreekbare kogels om bomen neer te in de grond te schieten op plekken waar we zelf niet bij kunnen. We gaan zonnepanelen bouwen en in de Sahara zetten. Die 's nachts, of met de stroom die ze opwekken, het water bevriezen, daarmee vangen en langzaam laten druppelen. Hoe zal de Sahara er dan uitzien over een aantal jaar? En als je mij niet gelooft, dit zijn de Nobelprijswinnaars die nog leven, er zijn er nog meer. Dit zijn de levende Nobelprijswinnaars die het basisinkomen ondersteunen. 2019, nog niet zo heel lang geleden. Dus ja, wat kan je doen? 3 boeken in je boekenkast zetten. De meeste mensen deugen. Ik blader je dan af en toe een keertje doorheen. De meeste mensen deugen. Plunder of the commons. Wordt heel veel geplunderd. Het goede nieuws is, dat is heel veel geld. Dat kan je dus ook uitdelen. Donut economics. Nou, dan word je wakker. Nou, dan ga je verdiepen in een paar van die artikelen over het casino-dividend. En dan ga je fantaseren van oké, Holland Casino. Dus kunnen we de opbrengst van Holland Casino misschien in een aantal wijken in Nederlandse steden uitdelen als basisinkomen? Wat zou dat opleveren? Welke wijken kies ik dan? Je komt erachter dat het basisinkomen echt de sleutel is tot heel veel problemen waar we vandaag de tijd mee te maken hebben. Werk, ja, wat is werk eigenlijk? Is werk als iemand anders voor mijn kinderen zorgt? Is dat werk omdat het betaald wordt? Of als ik zelf voor mijn eigen kinderen zorg, is dat dan geen werk? Als ik mijn eigen dak repareer, is dat werk? Of moet ik iemand inhuren om dat te doen? Heet het dan pas werk? Ontwikkelingshulp, of heet dat nog wel zo? Weet ik eigenlijk niet. Ontwikkelingshulp, kijk op de website van GiveDirectly. Als je dat gezien hebt, dan kan je eigenlijk alleen nog maar beslissen dat die 14, 15 miljard, is het zoveel? 14, 15 miljard jaarlijks, rechtstreeks naar de individuen moet. In die landen waar we het over hebben. Dat kan je met blockchain technology doen. UBI Vault, waar zit Roland? Kan je dadelijk vragen stellen, daar zit hij. Hoe dat werkt. Want het enige wat je hoeft te weten, leef jij nog en ben je er maar één keer in het systeem. Jij, omdat je mens bent, krijgt een basisinkomen. Dat was het.
Dankjewel, Hilde. Mooi verhaal. De vraag is natuurlijk hoe dan? Dus we krijgen zo meteen een presentatie van Wouter Keller om daar meer over te vertellen. We zijn al door de tijd heen, maar ik zou toch nog even de gelegenheid willen geven voor een vraag of één, twee, afhankelijk van hoe lang het duurt. Ik zag die meneer als eerste, loop ik even naar u toe. Ik hoor dat we het basisinkomen vrij kunnen besteden, maar we hebben lasten. En als we alleen van het basisinkomen rond moeten komen, hoe staat het dan in verhouding met de huidige, hoe noem je dat, de hoogte van de bijstandinkomen? Bijstandsuitkering het vervangt de bijstand. Meneer? Als ik alleen van mijn basisinkomen rond zou moeten komen. Ik moet daar de rekeningen als eerste van betalen. En het is niet geld wat ik vrij kan besteden. Dus dan vraag ik me af van, waar zit nou het basisinkomen tegenover het... ben ik het weer kwijt. Nou ja, het grote verschil tussen een basisinkomen en de bijstand is dat als je een basisinkomen hebt en je gaat daarnaast een klein baantje doen en je verdient daar wat geld mee, wat lager is dan je bijstand, dan mag je het houden. Dus werken loont. Ik denk dat het hele financiële stuk dat zo meteen aan de orde komt. Dus die zou ik, dat gaan we zo meteen behandelen. Is er nog een vraag die niet op de financiën slaat? Ik had u eerst gezien, dus ik loop even naar u toe. Kunt u nog wat zeggen over het basisinkomen als sleutel voor duurzame ontwikkeling? De SDG, de Sustainability Development Goals. Dat kan ik niet doen op basis van experimenten en onderzoek. Omdat er nog nooit ergens het basisinkomen lang genoeg is ingevoerd om dat ook daadwerkelijk te meten. Dus dat kan je alleen beredeneren. En dan gaat het dus over zaken als je mensbeeld. Hè, dus zijn er voldoende mensen die de omgeving belangrijk genoeg vinden om daar iets te doen? Nou, ik denk dat het basisinkomen ten eerste ruimte geeft als je uit de overlevingsmodus komt om weer contact te maken met jezelf, maar ook met je omgeving. Ten tweede, wat het basisinkomen doet, is het stimuleert het midden- en kleinbedrijf. Nou, we weten dat het midden- en kleinbedrijf veel meer in contact staat met de communities waarin zij opereren. En zij zullen dus ook veel meer baat hebben bij het goed behandelen van de omgeving. Een multinational heeft geen gevoel met de omgeving waarin ik leef. Dus als het midden- en kleinbedrijf met een basisinkomen floreert, dan zal daar een effect op zijn. Een ander effect zal zijn dat ik meer middelen heb om biologische groenten te kopen. Dus als consument heb ik meer keuzevrijheid. Nou ja, zo zijn er allerlei effecten die we kunnen beredeneren. Maar nogmaals, geen harde data, omdat het nog nooit gemeten is. Dankjewel. Ik heb hier twee mensen die willen nog heel graag iets vragen. Ze hebben beloofd het kort te houden. Dus twee korte vragen voor Hilde. Laatste vraag. Ik heb u horen zeggen dat je hebt recht op basisinkomen als je een mens bent en je leeft. Individueel. Bij de uitnodiging zoals ik die heb ontvangen zat een stukje waarbij werd gezegd... waarin stond als norm €600 voor per persoon en €600... per samenlevingsverband. Ik ben erg voor uw variant, waarbij iedereen individueel krijgt, maar ik betekent dat u daarin een ander standpunt inneemt dan de variant die bij de uitnodiging zat? Dat is een goede vraag. Als je puur ideologisch en droog naar het basisinkomen kijkt, dan is de variant iedereen individu, ongeacht of je een bedrag. Als je strategisch kijkt naar de Nederlandse politiek en naar de Nederlandse situatie, dan is het verstandiger om een tussenvariant als eerste stap te nemen, omdat daar meer draagvlak voor is en ook makkelijker is uit te leggen. En de verschillen tussen huurprijzen in regio's ook wat kleiner maakt. Dan heb ik hier nog een laatste vraag, mevrouw.
Dank u wel. Ik ben benieuwd naar hoe de zorg georganiseerd gaat worden binnen het basisinkomen. Is er dan nog een rol voor zorgverzekeraars? Deze vraag stel ik met het oog op alle ellende die nu duidelijk wordt rondom de zorg en de jeugdzorg. Maar ik ben benieuwd naar uw antwoord. Nou ja, ja, ik werk al heel lang in de zorg, dus ik ken de zorg van binnenuit. Het gaat effect hebben. Mensen gaan veel meer kunnen nadenken en alternatieve vormen vinden voor de maffia die nu rondom zorgverzekeraars speelt. Maar laten we daar geen doekjes om winden. Er zitten miljarden, liggen daar op de plank, alle kosten gaan omhoog. Patenten die met belastinggeld zijn verworven worden verkocht aan rijke lui die de prijzen van medicijnen omhoog gaan, terwijl het met mijn belastinggeld is betaald, het onderzoek. Er gaan zeker een hele hoop dingen gebeuren. En ik denk dat de ambtenaren die nu het interessant vinden om in andermans leven te duiken, in een controlefunctie moeten doen. Misschien zijn die wel heel erg geïnteresseerd in het verhaal achter de mens. En gaan ze in de ouderenzorg op zoek naar die verhalen, levensverhalen van die ouderen die daar wonen. Dankjewel. Hilde Latour.